SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd gespeeld op tweede pasdag 18 april 2022 tussen Urk en Volendam. Scheidsrechter deze middag is de heer Paarhuis en onze pupil van de week, die ziet u hier aan de bal, is Finn Ronkes. Die richting de doelman van Volendam mag. En voor de wedstrijd was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan Wilco de Groot, lid van SV Urk. Speler van het negende elftal die de afgelopen week donderdag vermist is geraakt bij een noodlottig ongeluk met een binnenvaartschip op de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam. Hoe dan de wedstrijd? Volendam toch de wat makkelijker voetballende ploeg dan Urk. Hier hebben ze het eerste kansje voor de Volendammers. Maar die bal werd simpel opgepakt door Richard Strijker. Zit Rikkeltje Amrans met een voorzet. Hessel Snoek. En dan komt de bal bij Klaas Ronkes. En dan staat er later een klutsituatie. En dan is het uiteindelijk Rikkelt Nijntjes die de bal net over het doel van de doelman van Volendam schiet. Volendam weer met een verre ingooi. Benny Dunnik die verdedigt. Nummer 11 Joey Tol met een prachtig paasje binnendoor. En dan is het op het laatste moment Ieder den Dulk die redding weet te brengen voor Urk. Levert de Volendammers wel een hoekschop op. Met opnieuw een schotkans, maar deze bal gaat een meter of twee naast het doel van Richard Strijker. Een uittrap van Richard Strijker. Ging Hessel Snoek. Lucas Nagel. Die ziet op de rechterkant Ieder Nijntjes met zijn paasjes. Onzorgvuldig. Dat is in het begin van de wedstrijd toch wel vaak het geval bij Urk dat de passing onzorgvuldig was. Hier is het dan plotseling toch Hessel die overneemt. En dan lijkt Klaas Ronkes te scoren. Na een assist van Lucas Tol. Maar scheidsrechter Paarhuis keurt de goal af op advies van zijn assistent. Het buitenspel van Klaas Ronkes. Opnieuw Urk met Johannes Schrijver die weer op de zespositie stond. Een voorzet van Benny Dunnik op Klaas Ronkes, maar die neemt de bal aan op zijn borst in plaats van te koppen op de goal. En zo levert deze aanval van Urk helemaal niets op. Uitverdediger van Volendam. Het vroege storen van Rikkelt Nijntjes. Brengt hem weer in kansrijke positie, maar ook dit schot van Rikkelt heeft niet de goede richting. Zo neemt Urk toch langzamerhand het initiatief een beetje over van de ploeg uit Volendam. De oranje hemden. Hier voordeel gegeven door scheidsrechter Paarhuis. Bal opnieuw op de linkerkant. En dan weer een schotje wat simpel gepakt kan worden door Richard Strijker. Trouwens prachtige voetbalomstandigheden vanmiddag voor 1500-1600 man publiek. We zien hier Klaas Ronkes met nieuwe bal op Rikkelt Nijntjes. Zijn aanname is niet helemaal goed. En zijn schot gaat ook een meter of 3-4 naast het doel van Volendam. Maar Urk laat af en toe wat speldeprikjes zien. Er is opnieuw Volendam in de aanval, aan de rechterkant. Opnieuw een voorzet, maar dan staan er alweer genoeg Rukkers klaar om de bal weg te koppen. En ook dit schot is te wild. Gaat ver over het doel van Richard Strijker. We hebben een kleine half uurtje gespeeld, dus de stand nog steeds 0-0. Er zit hier opnieuw Volendam in de aanval. En weer een schotpoging. Deze bal wordt nog aangeraakt door een Urker speler. En vliegt net langs de goede kant van de paal voor Urk. De corner. Is het Benny Dunnik die wegkopt. Joey Tol die inbrengt. Maar dit is opnieuw een simpele vangbal voor Richard Strijker.
Die komt met een hele snelle spelervatting. Ik denk Klaas Ronkers en dan is het Hessel Snoek. Die de bal gewoon maar in één keer op de pantoffel neemt. En Urk toch wel vrij verrassend op een 1-0 voorsprong zet. Ze hebben 35 minuten gespeeld. Klein stuitje erin. En de keeper van Volendam, Rick Heuvel, is kansloos. Ieder natuurlijk, die weer centraal achterin stond met Benny Dunnik. Die goed verdedigd, maar slecht uitverdedigd. Is het opnieuw balbezit voor Volendam. En ook dit schot is gewoon te slecht om Richard Strijker in de moeilijkheden te brengen. Het riekelt Jan Brands op de linkerkant. Krijgt alle tijd voor een paasje, maar dat gaat niet helemaal goed. Dan is het toch Lucas Tol. Hessel Snoek op Klaas Ronkers. En die legt hem neer van Lucas Nagel. En dan is het inderdaad vlak voor het roessignaal van scheidsrechter Paris in de 42e minuut. Dat Lucas Nagel Urk op een 2-0 voorsprong zet. Hier kunnen we in de herhaling nog eens een keer kijken naar de goal. Dat is natuurlijk een prachtig moment zo vlak voor rust. Schitterend om met een 2-0 voorsprong tegen Volendam de rust in te mogen gaan. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Gaan we verder met de tweede helft. Urk wordt uitverdedigd. Lucas Tol. De prachtig paasje op Klaas Ronkers. Noem het links, maar dan is het toch keeper Rick Heuvel die weet te redden voor Volendam en de 3-0 weet te voorkomen. Een hoekschop voor Urk, Johannes Schrijver weer terug in de basis met de voorzet. En dan is het Riegeltje aan Brands die te veel onder de bal komt om gevaarlijk op doel te koppen. Volendam in de aanval, in de rechterkant. Een slim paasje tussendoor. Dan lijkt de situatie geklaard voor Urk. Dan is het weer een Volendammer die de bal bij Joey Tol brengt. En die weet de 1-2 op het scorebord, de 2-1 op het scorebord te zetten. En moedigt zijn ploeg natuurlijk aan om voor de gelijkmaker te gaan. 57 minuten gespeeld. En Richard Strijker na 2 weken de 0 gehouden te hebben weer eens een keer verslagen. En Volendam probeert natuurlijk op jacht te gaan naar de 2-2. Dus die Riegeld Nijntjes die profiteert van een fout van de verdediging van Volendam. Maar nog geen 2 minuten later staat er 3-1 op het scorebord. Dus weer een verschil van 2 in het voordeel van Urk. Het wordt natuurlijk uitbundig gevierd door de spelers van Urk. Hier nogmaals Riegeld Nijntjes die heel eenvoudig de hoek uitzoekt. En keeper Rick Heuvel kansloos laat. Dan is er nog een half uur te spelen. Lucas Tol, een prachtige actie. Dan is het Pieter Brans net ingevallen die zo'n prachtig paasje krijgt. Maar het levert deze actie niet meer op dan een corner voor Urk. We schakelen over naar een corner voor Volendam. En dan is het Ieder Nijntjes die de kopbal van de Volendam aanvaller van de lijn weet te koppen. Blijft stand. 3-1. Hier ook nog weer een kopbal van Riegeld Jan Brands. Die gaat 2 meter naast het doel van Rick Heuvel van Volendam. De Volendammers, en dat moet gezegd, bleef voetballen. Bleef de aanval zoeken. Technisch hele vaardige spelers. Alleen het ontbrak tot op dit moment een beetje aan de koelbloedigheid van de ploeg. De kansen die het kreeg benutten het gewoon niet. Lange bal van Ieder Nijntjes op de ingevallen William de Boer. Die stapt heel ongelukkig op de bal. En dan zijn er ondertussen weer voldoende verdedigers van Volendam terug om het gevaar in de kiem te smoren. Volendam neemt de aanval gelijk over. Dan weer helemaal naar de rechterkant. Er een schot, maar dat wordt gekraakt door een verdediger van Urk en dat levert de ploeg hoekschop op.
Als het hier genomen wordt. Pieter Brands. De bal werd weg te koppen en dan een schot uit de tweede lijn. Het gaat een metertje over het doel van Richard Strijker. Schot van Joey Tol. Eigenlijk was er ondertussen was Jelle de Boer in het veld gekomen. Lucas Schaal was in het veld gekomen. En in de slotfase is ook Klaas Kramer nog. De 11 van Urk versterken. Hier is het een hele grote kans voor Volendam op de 3-2. Maar de bal gaat rakelings. Voor Urk dan rakelings langs de goede kant van de paal. Dit is de volgende aanval. Rikkelt Jan Brands. De voorzet. En dan is het Jelle de Boer die voor zijn man komt. En de 4-1 achter de touwen. In de touwen achter doelman Rick Heuvel kopt. En dan is de wedstrijd wel zo'n beetje beslist. Hier nogmaals komt keurig voor zijn man. Een heerlijke kopbal van de ingevallen spits van Urk. William de Boer. De voorzet opnieuw Jelle de Boer. Maar deze keer gaat zijn kopbal langs de verkeerde kant van de paal. We zijn wel aangeraakt door een speler van Volendam. Dus dat levert een hoekschop op voor de ploeg van Urk. Komt bij de tweede paal. En opnieuw Jelle de Boer. Deze keer kan hij te weinig kracht achter zijn kopbal zetten. Riekelt Jan Brands met een lange bal. Jelle de Boer die terugkopt. William de Boer. Die gaat buitenom. Legt de bal keurig terug op Jelle de Boer. En met rechts zit hij de 5-1 op het scorebord. 86 minuten gespeeld. Een 5-1 voorsprong voor Urk, ongekend. Nummer 2 tegen de nummer 4. De topper van de hoofdklasse B op deze tweede pasdag. Dan hebben we dus nog een paar minuten inclusief blessuretijd te spelen. De Volendam blijft inderdaad gewoon de aanval zoeken. Maar de overtuiging was toch wel een klein beetje weg met de ploeg. Hier nog een goede redding van Richard Strijker. Wordt de bal weggewerkt door Iden den Dulk. En u ziet het hier op het scorebord, 90 minuten. We zitten in de blessuretijd van de wedstrijd. Als Volendam nog één keer aanzet voor een aanval. En nog een schot. Maar opnieuw levert dit absoluut geen probleem meer op voor Richard Strijker. Lucas Schaal. Rikkelt Jan Brands. Rikkelt Nijntjes. Dan geeft hem maar weer eens een diepe bal op. Jelle de Boer. Die sneller is dan zijn tegenstander. Maar goed, het levert niks meer op. Urk wint de topper met 5-1 van Volendam. En door de resultaten van de concurrenten staat Urk nu vast op de tweede plek. Met 1 punt achterstand op Genemuiden. Kunt u nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Ik heb Johan Steur, trainer van Volendam, naast me. Het is niet het weekend geworden, Johan, wat je vooraf verwacht had. Nee, dat klopt. We gaan altijd uit van de winst natuurlijk. We hebben een goede voetballende ploeg. Nou, dat hebben we ook laten zien vandaag. Voetballend zijn we ja, de bovenliggende partij vaak. Alleen vandaag hebben we gewoon verdedigend het laten liggen. Te veel calls tegengekregen door gewoon slecht verdedigen. En daarnaast veel te gemakzuchtig in de aanval met de kansen die je krijgt. Ja, ik denk dat viel mij op. Het leek er wel over op de jongens van Volendam die bal eigenlijk gewoon achter Richard Strijker wilde lopen in plaats van eens een keer te schieten of noem maar wat. Ja, we hebben inderdaad, we moeten meedogenlozer zijn. We zijn heel frivool en dan willen we graag weer verkappen en dan willen we hem erin schieten. Ja, dat kost soms wel eens dat je niet scoort. En dat ik geloof dat de achterstand op Urk nu een punt of 7 is, dacht ik. Of 5. 5 punten achterstand hoor ik hier net. Betekent dat voor jullie de jacht op de titel voorbij is? Of zeg je, nee, we gaan nog steeds volle bak? Nou, we staan 6 punten achter op Genemuiden en 5 op Urk. Alles is mogelijk in de voetbalrijden. We hebben 7 wedstrijden nog. Dus je ziet, Genemuiden speelt nou ook weer gelijk. Eemdijk verliest ook van ons, Sneek. Ja, alles kan in de voetbalrijden, dus je moet het nooit opgeven, maar het wordt niet makkelijk. Jullie hebben natuurlijk als voordeel dat je in ieder geval al een periode in de pocket hebt. We hebben al een periode, maar ja, we hadden het liefst kampioen geworden natuurlijk. Maar dat kunnen we nu wel bijna vergeten, denk ik. Gaat het dan niet meewerken bij zo'n ploeg van, we hebben de tweede periode, we staan nu 6 punten achter. Laten we ons even lekker relaxed voorbereiden op die eventuele 4 wedstrijden die er nog komen. Nee, want we stonden 2 weken geleden nog op 2 punten van Genemuiden. En dan wil je gewoon kampioen worden. We krijgen Genemuiden ook nog. En jullie ook trouwens. Dus dan is de mogelijkheid om kampioen te worden. Dat moet je zeker doen. Alleen ja, we hebben het nou nagelaten in dit weekend om van ons Sneek te verliezen. En van Urk. Ja, dan doe je niet meer mee. Oké.
Okay. Dankjewel Johan, veel succes nog. Vooral tegen Heenemuiden. Goed, ja. Gert-Jan, trainer van Urk is aanwezig. Voor de wedstrijd zei ik tegen mijn zoon, van ik ben blij dat ik Gert-Jan zaterdag niet hoef te interviewen. Als die wedstrijd Urk-Noordschut geweest was, was dan Noordschut Urk, dus dat geloofde gelukkig niet. Ik denk dat ik hier een ontzettend tevreden, blij trainer naast me heb staan. Ja, zeker. Geluk niet te klagen. Twee van de best voetballende ploegen, of in ieder geval qua intentie, twee van de beste ploegen uit deze klasse. Ja, we scoren op de goede momenten de goals. Hun mis op de beslissende momenten net een kans. Uit was dat misschien wel andersom. Toen waren wij met 6-3 verloren, waren we heel negatief. En toen kregen we in de bestuurskamer te horen, ja, maar jullie zijn een ploeg die wel voetballen, verademing. Nou ja, ik denk dat vandaag beide ploegen weer volop de aanval gespeeld hebben. Alleen, ik denk dat de energie die ons middenveld gestoken heeft, in combinatie met de achterhoede, in het druk houden op hun technisch verschrikkelijk goede aanvallende spelers, ja, dat het verschil was. En dan gekoppeld aan rendement. Waarbij ik dan direct naar de rust wel vind dat het gewoon, als je 3 keer alleen op de keeper afgaat met 3-2, dan moet het eigenlijk al eerder klaar zijn. Dan zit je wat rustiger, maar ja, 5-1, dan mag je niet meer klagen. Ik denk als je kijkt naar het percentage kansen wat je afmaakt, dat je op 50-60% zit. Dus dan heb je helemaal toch niet te klagen. Ja, dat vind jij hoog, hè? Dat vind ik vrij hoog, ja. Ik vind dat vrij laag, maar dat is al het hele seizoen. Kijk, je komt dan ook rustiger in de wedstrijd te zitten. En nu werd het op een gegeven moment weer 2-1. En dat was eigenlijk in een fase dat wij 3-0 moeten maken. Wij maken 3-1, dan denk je, nou, de wedstrijd zit erop. Maken we bijna 3-2. Die rolt echt net voor de paal langs. Tegenaanval 4-1 voor ons. Nu praten we hier heel makkelijk, maar dat zijn net de momentjes, winst of verlies. En dat hebben we vandaag denk ik wel afgedwongen. We hebben er onmeunig veel energie in gestoken, om het maar eens plat te zeggen. En als wij dit structureel kunnen brengen, dan worden we kampioen. Maar als wij zo spelen als zaterdag de tweede helft of de eerste helft bij Flevo Boys, dan ben ik blij dat we 9 punten de derde periode hebben. Ja, inderdaad. Ja, maakt het mij ook af en toe moeilijk met die vragen. Maar goed, je zei van tevoren, voor de wedstrijd zei je al van, als we deze wedstrijd winnen, dan doen we mee in de titelrace. Doen we nou ook daadwerkelijk mee dan? Je hebt net zelf het woord kampioen in je mond genomen. Ja, we zijn de enige die over is, hè? Uiteindelijk zijn we na de uitslagen van vandaag inderdaad zijn we de enige die nog dicht bij Geenemuiden staat. Maar volgende week, zaterdag, buitenpost uit. Weer zand of gras, hoe je het ook noemen wilt. Ja, daar ben je fan van, ja. Maar dat zijn niet de wedstrijden waar Urk op zijn best is. Nou, dan moeten ze dat maar eens veranderen. En dat zal toch deels de trainer misschien bij die jongens onder ogen moeten brengen. Ja, dat heb je zaterdag gezien, de tweede helft, wat de trainers onder ogen bracht. Nou, als ik nou praat over het verschil tussen de trainer zaterdag en de trainer vandaag. Ik vond je vandaag heel gedreven langs de kant. En ik vond je zaterdag een beetje af en toe een lam vogeltje zoals je op de bank zat. Ja, maar je bent er zaterdag geweest, hè? Ja. Had je nou het idee dat Noordschut zin had in een lekkere wedstrijd? Of waren die alleen aan het irriteren, aan het zuigen, aan het zeuren? Kijk, deze twee ploegen die willen voetballen. En dan gaat het erom of je druk op de bal krijgt. En dan ga je die ploeg helpen op de momenten dat ze het lastig hebben. Maar bij Noordschut kun je maar 1 ding doen. Dat is in die valkuil trappen om te veel lawaai te maken. En dan hoop je dat die wedstrijd uitkabbelt. Ja, dat heb ik ook wel eens. Dat ik denk, ja, het wordt niet goed vandaag. Dan maar 1-0. En dan heb je in de laatste minuut het geluk. Nou, misschien is dat dan wel het geluk van de kampioen, Klaas. Fijn, ik vind het mooi dat jij dat je uit je mond zegt. Geluk van de kampioen had je dan misschien vandaag ook. Bij die 2 of die 3 momenten van Volendam die dan goed vallen voor Urk. We gaan ervoor. Ja, en ik wil wel even zeggen dat we niet alleen het geluk van de kampioen hadden. Maar van die 5 goals waren de 4 uitgespeeld als een trainingsvormpje. Nou, Jan Ras vond ik dat ik laatst niet zo vriendelijk tegen hem deed op de training. Maar die ging tegen mij, hij zegt dat 10-0, waarom doe je dat? Nou, dan moet Jan even naar die goal kijken, dat Pip de bal heeft, Riekelt Jan eroverheen, dendert en Jellem erin friemelt. Daarom moeten die jongens elke week 10-0 spelen van mij. Dat zijn de mooie momenten als trainer. Zo wil je Urk zien op de aanval, maar ook vanuit een aanval die je traint en dan scoren. Ja, dat was ook wel vandaag van een goed niveau, moet ik zeggen. Ja, de gelukkige hand van wisselen wat dat betreft. Met William met 2 assists op Jelle, die je dan 1-1 koopt en 1-1 schiet. Ja. Waren schitterende goals. Ik vond het zelf wel erg briljante wissels, ja. Ja. Ik vond het ook, Gert-Jan. Hey, succes de komende weken en tot over 2 weken hier weer.